Ze zit nu op 332.000 volgers. Nooit gehouden in de auto? Nee. Tot dit moment. Ja. Een diagonaaltje bij de Febo, alles opentrekken. Frikandel avocado. Dat zou werken. Ja? Ja. Ja hoor, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering Taxi Calvijn. De plek waarin ik alles mag zeggen en alles mag vragen aan de mensen die naast mij komen zitten in mijn eigen prachtige taxi. Komen weer vier hele bijzondere, leuke, interessante, geweldige, legendarische mensen. En ik ga ze lekker aan de tand voelen. Veel kijkplezier, we gaan beginnen. Welkom bij Taxi Calvijn. Hallo. Hoe heet je? Stephanie. Stephanie. Dank je wel. Met wie heb ik het genoegen? Met Quinisha en Sunisa. Ik ben de mama van Quinny. Dag mama van Quinny. Hey Quinny. Arturo. Arturo. Ja. Ik ben Ron. Jij bent Ron. Ron ja. Bassard. Eén keer goed. Lekker. Wat mooi. Ron, waar gaan we de reis naartoe? We gaan naar de avocado show. Waarom gaan we naar de avocado show? Omdat ik honger heb. Omdat... Nee, we hadden tekst afgesproken. Ah ja, kut. We gaan naar de avocado show omdat het mijn restaurant is. Echt? Ja. Take a look at everything we discover. En ik doe het super leuk vind en ik ga even gaan kijken hoe het allemaal gaat. Heb je een goede dag gehad? Jawel. Ja. Met de kleine. Met de kleine, die zit achterin. Ja. En die is stil. Altijd in de auto. Echt waar? Ja. Nooit gehuild in de auto? Nee, niet echt. Tot dit moment. Ja. Alles goed? Ja? Ben je blij? Waar gaat de reis naartoe? Ja. Heb je een rijbewijs? Ja? Mag ik die zien? Ja, laat maar zien. Nou, wat een mooi rijbewijs. Wat maakt Arturo Arturo? Ik kook. En ik kook op hoog niveau. De smaak black tea persik. Die heb ik gecombineerd met een ganzenlevercreme. Je kookt? Ja, in een restaurant. Oké, okay, genaamd de Kentucky Fried Chicken. Nee, dat niet. Ik heb gekookt voor restaurant The White Room. Dat heb ik 3 jaar lang gedaan. Waar is The White Room? Dat is in het centrum van Amsterdam. En daar ben ik net gestopt. Want ik wil graag een eigen onderneming. Oké. Hey, hoe oud ben je? 25. En je hebt meegedaan met een programma? Het Rotterdam Project. Het Rotterdam Project. Knocking on heaven's door. Wat is het Rotterdam Project? Want ik zal je vertellen, ik kijk geen tv. Dus ik weet het niet. Ja, het ging eigenlijk over 5 daklozen. Ja. Allemaal verschillend. Ja. Eentje verslavend geweest aan drugs. Ja. Alcohol. Dus ja. En welke van de 5 was jij? Ik was een alleenstaand moeder. Oké. Hey Ron, what the fuck is op met die avocado shit? Dat is een hele brede vraag. What the fuck is op met die avocado? Ik verwacht ook een breed antwoord. Oké. Nee, dus aan de ene kant is het een heel, heel voedzame vrucht met allemaal goede vetten en allemaal dingen die je eigenlijk gewoon in je dieet wil hebben. En aan de andere kant is het gewoon een soort rockster-icoon geworden van eten. Het is hetzelfde als dat je ineens heel veel dingen ziet met ananasprint of unicorns of cactussen. Daar hoort gewoon de avocado tussen en het is het gezicht geworden van lekker mooi gezond eten. Zullen we muziekje luisteren? Ja? Ik ben geadopteerd. Ja. Oh, door? En dan krijg je dus een achternaam door meneer en mevrouw Dalhuizen. Maar die komen niet uit Amsterdam. Nee. Die komen ergens anders van. Die komen uit Oosten. Die komen uit Oosten van Laat. Ja. Mooi dus, man. Ik ben best wel opgegroeid als boerenjongen, laat maar zeggen. Nou, dan hebben we al meteen iets gemeen. Wat dan? Ja, ik kom uit Groningen, Laat. Ja, maar daarom is het ook best wel raar dat ik heb dan een kleurtje. Je hebt een kleurtje. En als ik dan een beetje plat ga praten, dat is best wel rood, toch? Nee jong, Arturo, dat maakt er niet uit. Kijk dan, ik heb hier een trigger op de arm staan. Maar is alles lekker? Dat kan toch niet? Frikandel, avocado. Dat zou werken. Ja? Ja. Afofrico. Afofrico. Kijk, wij hebben 1 ding gemeen, Ron Simpson. Oké. Okay. Namelijk, ik heb een... Ze zijn allebei blond. Ja, zeker. En zijn allebei super handsome. Dat. En we hebben ook allebei een soort vrucht slash groenteachtige Oh fuck, jij bent die paprika guy. Ik ben de paprika guy. Ja, wat is de paprika show? Juist. Let's get into business. Toch? Klopt dat Quinny bijzonder veel Instagram volgers heeft? Voor iemand van, want hoe oud is Quinny? Hoe oud ben jij? 3. Zo toch? Ja, dat kan ze niet zo goed.
Drie. Okay. En die heeft heel veel Instagram volgers. Ja, klopt. Hoeveel heeft ze er? Ze zit nu op 332.000 volgers. Ja. Zo. Dat is heel veel. Dat heb je even goed voor elkaar dan. Je zegt, ik ben alleenstaand. Waar is die dude? Ergens in Nederland. Ergens in Nederland. Maar je weet niet waar. Ja. Maar je weet wel. Jawel. Oké. Okay. En je ziet hem, spreekt hem wel niet? Ik zie hem soms. En ik spreek hem ook. Oké. Okay. Ja. En ziet hij ook, hoe heet de kleine? Diviano. Diviano. Ja. Wat een mooie naam. Diviano ziet hij ook nog wel? Jawel. Ja? Ja. En jullie zijn cool? Ja, gelukkig wel. Ja. Maar ik had laatst dat ik... Summer in de auto, ja. Meisje van 10, modelletje. Ja, die ken ik. Ja. En die krijgt heel veel opmerkingen, ook haar ouders, over dat ze haar uitbuit. Ja. En ik ben neutraal, hè? Ja. Maar wat, zeg maar, snap je waar dat vandaan komt? Of zijn dat domme opmerkingen? Of zit er wel een keer van waarheid in? Ja, ik snap wel waar dat vandaan komt. Dat is natuurlijk een kind. Ja. Maar als je weet hoe een persoon, dus ik als moeder aan het werk ga, ja. Dan zou je begrijpen dat dat niet... uitbuiten is, zeg maar. Nee. En hoe oud was je, zei je? 34. 34. Jezus, je lijkt wel 18, man. Je moet jezelf een beetje onderhouden, toch? 34? Wat voor tikken, jongen. Ik lijk wel ouder dan jij. Ja, dat inderdaad. Maar dat komt omdat je... Je hebt best wel veel rimpels. Zo. Ja, joh. En waar sliep je dan, toen je dakloos was? Ik had vandaag iemand in de auto. Ja. Die zei, nee, ik ben niet dakloos, ik ben thuisloos. Ja, thuisloos kan je ook zeggen. Wat is het verschil? Dakloos, dan ben je echt op straat. En thuisloos, dan heb je gewoon geen dak. Ja. Ja, dat klinkt zo raar. Nee, dat klinkt zo... Maar dan slaap je gewoon in... Bij vrienden, ja, weet precies. Je, dan... Ja. Overal nergens mee. Precies. Maar je hebt nooit echt buiten geslapen? Nee, dat gelukkig niet. Beter. Oh. Dat wil ik echt niet... Nee. Het zit ook in andere landen. Ja. Waar zit het? Er zit er nog eentje in Brussel, er zat er eentje, een pop-up in Londen. We zijn nu bezig met Parijs, Spanje, Duitsland en allemaal gekheid. Lachen maar. En dan heb je allemaal papjes die daar het gaan runnen? Ja. En die daar het gaan doen? Ja, het is een franchise. En die krijgen gewoon een soort van de licentie om dat te mogen doen ofzo? Ja, het is vergelijkbaar met McDonald's of Starbucks. Dus die mogen dan daar ook. Ja, tering vet. Ga je al naar school? Ja. En wat, is dat leuk? Ja? En heb je daar ook vriendinnetjes? Hoe heten die vriendinnetjes? Ja en? Ja en ja. Zullen we nog een muziekje luisteren? Ja. Welk muziekje wil je luisteren? Nou, niet ja zeggen. Ja. Is? Ja. 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 Ben je rijbewijs? Nog niet. Maar dat wil je wel. Mee bezig. Kan je wel even een lesje geven? Hoe dan? Nou gewoon. Ik doe je handen zo. Doe eens wat voor sturing aan hebt. Dat doe je zo. Dat is naar links. En dat is naar? Rechts. Juist! En je bent tamtoe rijk geworden. Nee, dat valt mee. We doen het heel goed. Ja, oké. Okay, alleen maar... een bedrijf als dit, dat echt heel serieus moet groeien, heeft ook input nodig. Hey, heel goed. Ik moet weer door. Doei. Echt een taxichauffeur. Ja. Wij zitten best wel contrasterend hier naast elkaar. Want ik ben geboren op een boerderij in Groningen. Altijd, ik heb nooit iets tekort gehad. Ik ben op mijn 17e heb ik zelf wat gedaan. Ben ik gaan ondernemen, het gaat hartstikke goed. Nu gewoon goed geld. Weet je, ik heb nooit echt tegenslagen gehad. Wow. En ik vind dat soms wel eens. Klinkt raar, maar jammer. Ik vind het soms wel jammer. Omdat ik. Nee, maar dat is niet. Nee, maar het is niet. Snap je, ik kan zo lastig levelen. Dat heb ik wel eens. Dat ik het heel lastig vind om mezelf te verplaatsen. Bij mensen die gewoon echt zieke smack in hun gezicht hebben gehad van het leven. Snap je een beetje wat ik bedoel? Jawel. Maar je merkt ook aan jou dat je bent ook wat sterker. Ja. Vergeleken met mij ben je wat sterker. Nou ja, omdat ik denk dat jij ook sterk bent. Jawel, maar omdat je niet echt, wat je zegt, tegenslagen hebt meegemaakt. Nee. Je ziet ook aan jou van, dat je veel kan. En ben je verliefd? Zeker. Op? Malou. Klinkt als een hond. Sorry, ja, ik heb je vriendin net hond genoemd. Je hebt net mijn vriendin een hond genoemd. Het spijt me. Nee, maar ik ken een hond die Malou heet. Kut, dit gaat helemaal verkeerd. Ja, mijn vriendin heet Nina. Doe even een opmerking over Nina, zodat we even zijn. Klinkt als een rat.
Ja, dat is nee, ja, ik weet wie jouw vriendin is en volgens mij heb je mij ook wat. Jij hebt een prachtige vriendin. Wij hebben dezelfde kapper volgens mij. Echt in onze hartjes. Ja, man. Knijpen of klappen, ik weet niet wat het is. Snijden. Mag in onze hartjes snijden. Quinny die gaat natuurlijk opgroeien, hoop ik. Ja. In een warm nest en wordt gelukkig en blij en zo. Ja. Alleen, ja, zij komt natuurlijk op een punt waarop zij hier wat van gaat vinden. Maar als zij nou morgen zegt, ik wil niet meer. Ja, dan stop ik ermee. Okay. Heb ik altijd al gezegd. Ik ga er niet, niet dwingen. Zou je een tweede willen? Haha, ja. Tuurlijk wel. Is hij onderweg? Ben je zwanger? Nog niet. Bijna. Ga je wel eens naar de Mac? Sowieso. Echt? Ja, een diagonaaltje bij de Febo, alles opentrekken. Ah, lekker. Hey, tuurlijk, kijk, dat is ook gewoon menselijk. Kijk, je bent niet eerlijk als je zou zeggen van ik eet nooit een bitterbal, omdat dat uit de frituur komt. Ik eet nooit een frikandel. Kijk, dat kan niet. Dat geloof ik niet. Iedereen heeft dat gehad. Juist. En dat is, kijk, op een festival ook. Dan wordt gewoon bier en bitterballen of een frikandel, ja. Dat is toch gewoon doodnormaal? Hou je van Ajax? Nee. Hou je van Feyenoord? Nee, ik heb niks met sport. Je hebt niks met sport? Nee. Überhaupt niet? Nee. Normaal gesproken zeggen mensen, ik heb niks met voetbal. Maar jij zegt gewoon, ik heb niks met sport überhaupt. Nee. Ja, fitness wel. Je fitness dan? Ja, dat wel. Om gewoon een beetje in shape te blijven. Ja. We moeten toch op een of andere manier een tweede baby komen. Dus. Anders komt hij weer, hè? Wat vind je dan echt ranzig, gewoon? Echt smerig? Ja, warme avocado. Echt waar? Ja, hij is niet te vreten. Warme avocado vind je niet te vreten? Ja, doe je, man. Je hebt vanavond een avocado op en die ga je gewoon eten. Een warme avocado? Ja, hij is niet te vreten. Nee. Wil je nog één liedje luisteren? Stephanie. Dat wordt dan 35 euro. Zie je die 35 euro? Grappie, dankjewel. Dankjewel dat je in mijn taxi wilde zitten. Was leuk. Als hij 3 is, dan bel je maar. En dan ga ik een keertje oppassen. Oké, afgesproken. Ja? Ja. Dealio. De ballen, laat ze niet vallen. Dankjewel dat je even bij mij in de taxi wilde zitten. Ja, het was gezellig. We zijn alweer op plaats van bestemming. Ja, dankjewel. Dankjewel. Box. En high five. Doei. Tot de volgende keer, hè? Ja. Gaat voor de rest van je leven niet zo'n toffe taxichauffeur als ik hebben. Doei. Even een knuffel. Liefst. Doei. Doei. We zijn bij de avocado show. Correct. Dit is het. Er staan gewoon allemaal mensen. Hoeveel is geteld? Hoeveel mensen zijn er met je? Ik denk 25 buiten. Nee, ja, nou 20 buiten. 15 buiten. Naar boven afronden. En er staan 87 mensen buiten. Dank ze wel voor het leven. Thanks for the ritual, man. Veel plezier met je avocado's en met alles wat je doet. En ik vind je goud. En als ik ooit nog ergens naar binnen moet in een club, dan weet je wat te vinden. En de paprika show. Ja, yes. Gaan we doen. Paprika show. Later. Later, boy. Dankjewel. Hopelijk vond je plezier in het. Ik vond het een gezellig ritje. En doe ze de groeten in het oosten, hè? Ga ik doen. Oké, okay, mee. Dankjewel, hè. En ik ga warme avocado eten vanavond. Top, doe. Yo. Je vergeet je kind. Je vergeet je kind. Hallo?